In 1989 opende in Amsterdam Club It. De gay scene feestte daar onder aanvoering van Manfred Langer tot in de vroege uurtjes door. Anno 2023 hebben we Roze Maandag in Tilburg en de jaarlijkse Gay Pride in Amsterdam. Toen Manfred in 1994 overleed, was dit ook het begin van het einde van het fenomeen The It. Vandaag gaan we op bezoek bij Jake Hampel, de oud-manager van O.O. Gerso ster Barbie, maar ook van internationale acts als Hathaway en Dr. Alban. In zijn onlangs geopende club Toodaloo in Den Haag organiseert hij feesten als Drag Queen of the West en zoals vanavond Purple Friday. Events for open-minded people. Is dit dan het Haagse antwoord nadat de IT haar deuren voor goed gesloten heeft? We vragen het Jake Hampel zelf. It's party time! Ernest van Loon! Jake Hampel, een hele goede avond. Daar zitten we dan in jouw club Toedeloe. Goedenavond. Ja, goedenavond Ernest en goedenavond kijkers. Wat leuk dat we hier zitten. Ja, het is weer eens wat anders. We zitten hier in Club Toedeloe. Wat maakt Club Toedeloe uniek, Jake? Nou, Toedeloe wil zich onderscheiden eigenlijk voor de oudere jongeren. Ik bedoel, voor de jeugd is er echt wel aanbod. En dan praat ik over 18 tot 30. Maar zodra je 30 plus, waar moet je dan naartoe? En dan moet je gaan mengen en met je vrouw gezellig uit. Ja, dat wordt dan lastiger. Jij kent het Haagse uitgaansleven heel erg goed. Wat kan er volgens jou beter in het Haagse uitgaansleven? Ja, het Haagse uitgaansleven was in de jaren 80 natuurlijk best wel uniek. Je kreeg een ADS die ten tijde van de Roxy en de Rotterdamse clubs gewoon meedeed in de house scene. Je hebt daarna in de jaren 90 Asta, Cocoon, Danzig, dat soort toonaangevende zaken gehad. Alleen daarna kreeg je een afvlakking. De grotere zaken die hebben terrein verloren. En dan krijg je een versplintering. En die versplintering heeft opgeleverd dat de mensen nu allemaal kiezen voor Amsterdam en Rotterdam. Nou, hebben we jaren geleden hebben we in Amsterdam Club It gehad. Club It is al jaren gesloten. Nu heb jij de Purple Friday avonden georganiseerd. Probeer je daarmee een stukje in te vullen van het gat wat voor die groep gevallen is? Ja, zonder meer. Kijk, Manfred Langer had met zijn mensen een veelzijdig thema. En men dacht allemaal van, oh, dat is gay, dat is gay. Nee, het was helemaal geen gay, want de mooiste fotomodellen riepen rond. Het was hetero's, maar het ging om de acceptatie. Nou, die acceptatie en tolerantie, ja, die moeten we hier in Den Haag toch ook eens terugkrijgen. Ja, want die is er te weinig, heb ik het idee. Ja, men kijkt nog steeds vreemd. Het is nog steeds die voyeurs. Alles is gek. Taboesfeer. Ja, daar moeten we uit. Waarom heeft Utrecht een gay pride? Waarom heeft Amsterdam een gay pride? Waarom kunnen de gays in Rotterdam wel in diverse clubs frankenvrij plezier hebben? En wat biedt Den Haag dan? Ja, je bent nu horecaondernemer, maar heel veel mensen kennen je natuurlijk uit de tijd van Barbie en van O.O. Gerso. Daar wil ik het niet over hebben, want daar is genoeg over geschreven. Maar wat heeft het hele verhaal met jou gedaan als mens zijnde? Ja, het is natuurlijk een heel dynamische periode geweest met plussen en minnen. Negatieve publiciteit is ook publiciteit, zeggen ze altijd. Maar geloof me nou, en dat is voor de BN'ers nog sterker. Iedere aanslag op je integriteit, iedere aanslag op je privéleven is er één te veel. En dat geeft altijd een zwart randje. En dan moet je keuzes gaan maken. En het is niet altijd in het leven geld verdienen. Er zit ook een stukje prestige aan. En je wilt daar ook met opgeheven hoofd iedereen recht aankijken voordat je je laatste adem uitblaast. Je hebt al heel veel dingen geprobeerd en je hebt nooit opgegeven. Is dat de kracht van Jake Hampel? Ja, de kracht van Jake Hampel is dat hij mentaal verschrikkelijk sterk is. En doordat je mentaal sterk bent, heb je ondanks dat gezondheid niet te koop is en je soms best wel kaaltjes hebt, waardoor bepaalde beperkingen zich op gaan doen in de arbeidsproces. Ja, is mijn mentale hardheid gelukkig van die aard dat ik zomaar het programma Geef Nooit Op kan presenteren. Je bent jaren geleden Star Security begonnen. We horen en we lezen de laatste tijd heel veel over geweld onder de jongere generatie en problemen in het uitgaansleven. Wat moet er volgens jou gebeuren om de samenleving en het uitgaansleven veiliger te maken? Ja, weet je, er zijn zoveel projecten geweest. Ik begon Star Security in 1989. Dan loop je drie generaties loop je mee. En je ziet gewoon dat de normvervaging van de nieuwe generatie, die is zo groot,
het lijkt wel of ze het van thuis niet meer meekrijgen. Ja, dan moet je dus heel strak beleid gaan voeren. Maar dat beleid begint van bovenaf. En dat is de overheid. Die moet bepalen. Dat is de wetgeving. En ja, en dan moet je dus op een gegeven moment de beveiligers en al die andere mensen ook een stukje competentie geven. Zodat we ook handelend kunnen optreden. En dat betekent dan dat als je handelend kan optreden, dan maak je met z'n allen, ja, maak je het onaantrekkelijker voor de raddraaiers. Nou, ben je ooit vroeger de manager van Hathaway geweest, heb ik gelezen? Ja, dat klopt. In 92 had hij een plaatje. Hij zat op een drumkit ergens in Hennef onder de rook van Keulen. En daar hadden ze bij Coconuts Records het plaatje What Is Love, Baby Don't Hurt Me. Hij is uiteindelijk, is dat plaatje 53 keer goud geworden wereldwijd. Ja, en dat was ook een leuke ervaring. Ja, en mijn Nederlandse inbreng had tot het feit en resulteerde in het feit dat een Wendy van Dijk tot een van de nieuwe danseressen werd tijdens de wereldtournee. Nu hebben we laatst gehoord, we weten dat het fijne niet van dat ze zouden optreden bij de toppers, maar dat er een aantal dingen misgegaan zijn. Hoe kijk jij daarnaar? Was dat onder jouw beleid ook gebeurd? Nou, ik verwacht het niet. Kijk, ik heb zoveel dingen meegemaakt, ook in de minder gecultiveerde landen. Als je in Afrika moet werken en je moet in het Dubai van de jaren 90 werken. Ja, daar zijn de faciliteiten en de technische mogelijkheden waren destijds, ja, heel minimaal. Maar ik weet niet wat er mis is gegaan, maar sommige dingen moeten wel afgestemd worden. Aan de andere kant, de artiesten van de jaren 90 moeten zich realiseren dat ze in de nadagen zitten. En wat is dan je houdbaarheid? Ik denk dat je leeft bij de gratie gods van je fans. En als je dan nog in de spotlight kan komen, ja, dan moet je vooral je preferentieschema wat minderen. Wat mogen we de aankomende jaren nog van jou verwachten, Jake? Wat heb je nog voor plannen? Wat wil je nog die aankomende jaren? Ja, wat wil ik nog? Ik ben natuurlijk afhankelijk hoe dat... Het is allemaal van boven bepaald. En zolang ik nog niet aan mijn laatste reis bezig ben, heb ik altijd nog wel zin in uitdagingen. In Delft draaien we Red Devil Hotshot. Een succesformule met shotjes, biers en cocktails. Is kleinschaliger. Ik heb daar nog wel mijn ideeën over om daar nog wat filialen voor te openen. Mag ik een keer met je mee, want het lijkt me onwijs leuk. Shotjes drinken met Jake Hampel. Ja, die shotjes die staan klaar voor je. Dus de eerstvolgende afspraak is bij Red Devil. Eerstvolgende afspraak is bij Red Devil. Jake Hampel, dankjewel. We maken een mooie avond van in Club Toerloo. En heel erg graag, tot gauw. Ernest, bedankt voor je aandacht. En kijkers, een fijne avond en geniet van dit item. Tot zover mijn interview met Jake Hampel. Maak er een fijne avond van. Graag tot de volgende. Tot de volgende Ernest Today. Bye. Wil je meer zien en horen? Ga dan snel naar ernestvanloon.nl.